Als opnames falen zoals het nou weer gisteren gebeurd is, ben ik echt o zo blij dat wij een reservefile hebben die ik gewoon kan gebruiken als een opname gefaald is. Yay! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer jullie en echt waarom zal ik het zo zeggen? Weet ik ook niet. In de vorige aflevering zijn we bij Yptin Castle geweest. Hebben we de beest niet kunnen vinden. Hoe heet die nou weer? Thornberry. En hebben we een link in de video gehad. Gelukkig. Tot we wel konden zien hoe dat die beest eruit ziet. Goed. Offscreen ben ik altijd een beetje bezig geweest met de kikkers. En ja, dat stond gelukkig op mijn backupvel. Daar ben ik heel erg blij om. Daarvoor heb ik Evie meegenomen. En Evie heeft de Bistro Fork nog gekregen. En de Battle Boots. Nou, Battle Boots hadden we al. Maar Bistro Fork is een stuk sterker als die we al hadden. Goed. Nou is het heel erg belangrijk om dus naar de friendly creatures te gaan. Kunnen jij nog iets leren? Long Reach. Willen we leren. Oké, volgens mij had jij niet meer echt veel die jij kon leren. Staat een beetje bleeg. Ja, healen, maar daar redde hij niks aan. Black Rope, die willen we weer even aan iemand anders geven. Dus, pak jij maar eventjes een... Ja, alles is een beetje slecht. Pak jij maar even een geitje. Wat we dus willen gaan doen, is we willen nou eventjes karakters bij ons hebben die heel veel moeten leren. Dus, ik denk dat Abby hier ook nog heel erg veel moet leren. Tenminste, dat denk ik. Kun je hier nog iets leren? Nee. Hier dan. Nee. Hier dan. Oh, wat was dat? Autoregen. Nou, dat is Shauro. Pak hem. En ja, hier hebben we waarschijnlijk nog heel erg veel stuff die we gaan leren. Maar die ik jou niet wil leren, omdat ja, jij bent niet echt een final karakter die ik eigenlijk wil gaan gebruiken. Dus voor de eerste friendly creatures gaan we gewoon die gebruiken. En wil ik ook nog heel eventjes een beetje de karakters veranderen. Dus ik ga heel eventjes alles veranderen totdat ik tevreden ben met hoe dat er veranderd is. Veranderingen zal ik vertellen natuurlijk na de knip. En ik zie jullie dus in een seconde. En ondertussen hebben we catchy music. Oké. Deze party heel even gaan, want deze party kennen we het meeste leren. Ik heb Zepi dus de protectoring gegeven voor Long Reach, die kan leren. Zorg ervoor dat hij in de achterkant kan staan en dat hij gewoon normale schade kan doen. Is wel erg duur om te gebruiken, maar dan heb ik geen zin in om die te gebruiken, maar het is wel handig om die te leren. Rebuffering, Auto Life, mocht je falen, die heb ik aan Leroy gegeven. Hetzelfde heb ik gegeven aan Destiny, en die is ook nog Gamble Defense aan het leren. En Zelda is nog bezig met boost. En voor de rest kan zij ook niks meer leren. Andere karakters ben ik ook al eventjes doorheen geweest. Maar op zich valt er niet echt veel meer te leren. Maar goed, dit wil je allemaal klaarzetten voor de Friendly Creature Quest. Friendly Creature heeft dus zeg maar dat je een enorme boost van AP gaat krijgen. Sowieso. En het gaat er ook nog eens een keer voor zorgen dat wij tegen de superbaas, waar ik al eerder over heb gesproken, tot we die kunnen verslaan. Anders is hij gewoon onverslaanbaar. Dus waar we naartoe willen gaan voor onze eerste locatie, dat is naar Treno. En onderweg naar Treno komen we dus zeg maar meer friendly creatures tegen. Friendly creatures, we zijn een... die eekhoorn zijn we tegengekomen tot we zeiden... Oh, wat cute! En we zijn een lieveheersbeestje tegengekomen die ook van de friendly creatures was. Dus ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel dat er zijn. Oh, weet ik wel alle locaties. Dan moet ik in mijn hoofd gaan denken van 1, 2, 3, 4. Ga ik niet aan beginnen. Maar we gaan dus zeg maar als eerste gaan we hier naar Treno. En daar is ook gelijk eventjes een Stellazio-based ding dat we kunnen pakken. Maar vergeet niet, hier heb je nog dat gekke mens zitten dat zo graag die Stellio-dingen wil verzamelen. En er ligt hier nog iets in wat we zeker mee kunnen nemen. Deze kunnen we nog niet compleet, omdat het laatste stuk is pas te vinden op deel 4. Disc 4. Maar je hebt hier een well. En daar wil je dus zeg maar 10 Jill in gooien. Volgens mij 13 keer of zo. Laten we tellen. 2. 3. Laten we geld weggooien. 4, 5, 6, 7, nou dit is interessant, 8, 9, kom op, 10, nog 3 keer, nog 2 keer, oh we hebben hem, we hebben hem, ik heb hem niet kunnen laten zien wat het gaf, oh ik drukte te snel. Wat we hebben gekregen daarvan is een key item.
Oh, daar zit er heel erg veel bij. En als ik me niet vergis, is het de Aquarius die we nou te pak hebben gekregen. Dit is ook weer zo'n stellatio dinges in de wereld. En er zijn er 12 van, eigenlijk 13. Maar we kunnen er nou pas 11 te pakken krijgen. Dus ja, dan weet je in ieder geval dat er daar ook eentje zit. En kijk, ik neem even mee, aangezien dat we nou toch een Treno zitten. Dus, maar goed, de echte reden waarom dat we hier zijn is voor die friendly creature. Nou, weten jullie dat het hier altijd nacht is en donker is. Maar op het punt waar dat het gelig is, en dat is geloof ik hier... Hier willen we op en neer gaan lopen. En een friendly creature tegenkomen. Helaas is het geen friendly creature. Maar ik zie jullie wanneer dat we een friendly creature tegenkomen. La, 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 la. Elke keer als je dat geluidje hoort, dan word je gewoon happy omdat je weet dat je hem voor elkaar hebt gekregen. Yay! Maar goed, de friendly creatures. Deze is best wel lastig om te vinden. En hij ziet er nogal fout uit. Maar deze kun je alleen maar vanaf disc 2 eigenlijk vinden. Dus ben je hier toevallig in disc 1, kom je hem nog niet tegen. Hè? En die wil ook weer wat oor hebben. Nou, de reden waarom dat we dit willen doen is niet omdat we een enorm aantal AP krijgen van de friendly creatures. Maar ja, hoe verder dat je gaat komen, je wordt sowieso ook beloond met een item. Maar hij helpt dus ook, zeg maar, tegen de extreem moeilijke baas die we dus, zeg maar, nog tegen gaan komen. Dus we hebben 10 AP gekregen, eigenlijk 20 omdat iedereen ability up aan heeft. Dus ja, wat Destiny daar nou had geleerd, dat was niet zoveel een AP. Maar dat maakt niet zoveel uit. We hebben dus, zeg maar, een van de friendly creatures gevonden. En dan gaan we gelijk door naar nummer 2. Naar deze random account. Oké, voor onze volgende locatie. Dan gaan wij naar Madain Essari, het huis van Shauni. Ik zal de map aanzetten, dan kunnen jullie precies zien waar dat we eigenlijk precies uithangen. Maar ja, jullie weten eigenlijk nog wel waar Madain Essari is. Dat is waar we Shauni hebben ontmoet. En daar willen wij rond gaan huppelen in het bosje ernaast. Dus het is wel handig dat we hier kunnen landen, ons vliegtuig. Het vliegtuig kun je alleen maar op grasvlaktes landen, dus hou er wel rekening mee. En dan willen we hier rond gaan huppelen. Op een random encounter met een friendly creature. Nou, is dit de Quizmaster of is dit onze friendly creature? Het is de Quizmaster. Fijn. Kom maar met je vraag. Kom maar. Popquiz. Nummer 4. De theatership was gebouwd in... Artina Shipyard. Nee, die is gebouwd in Limblum. Fout. Die is gebouwd in Limblum. Tenminste, theatership, dat was in Limblum. Yay! Ik heb een tikkie goed. Krijgen we gratis geld, joepie. En dan zegt hij dat we hoeveel dat we goed hebben en hoeveel fout dat we hebben. En een little more effort, serieus. Stop er een sok in. Wat een zagrijnig vent. Maar goed, dit is dus de plek waar dat we onze friendly creature moeten vinden. En ja, die quizgast is eigenlijk technisch gezien ook wel een friendly. Maar niet de friendly waar we naar op zoek waren. Dus ik zoek heel even verder en ik zie jullie in een seconde. Oké, dat is weer het blije geluidje. Echt serieus, sommige die kunnen best lang duren. Dat is een nadeel. Ja, daar hebben we hem. De friendly yeti. En, nou ja, friendly... Wat een bakkes. Bleh. Geef me zo hoor. Bleh. Het is echt zo'n bleh-beest. Echt zo'n smeekgeval zo. Volgens mij wou deze de 2 hebben. Dat weet ik niet zeker. Dus ik wacht heel eventjes. Ja, hij wil meer hebben. Geef me meer. Bleh. Dat beest, serieus. Oké, ben je nou tevreden? Dankjewel, bleh. Zeg hallo tegen de nimf voor mij, bleh. Jij bent nou geen yeti, maar gewoon een bleh-beest. Oké, boost is geleerd. Ik heb bij Destiny eventjes autoreflect gegeven. En Leroy is ook nog steeds bezig met leren. En ik ben Long Reach nog steeds aan het leren. Maar er zijn nog meer friendly creatures waar wij dus langs moeten komen. Dus ga ik heel eventjes boost heel even veranderen voor Zelda. Waar is dat? Reflect 0. Doe maar. Gewoon doen. Just do it. En dan gaan we naar de volgende locatie die niet zo ver weg is eigenlijk. Want we moeten nou richting de Lifa Tree. Of de Deku Tree zoals wij hem altijd hebben genoemd. De Deku Tree die zit precies hier. Dus zoals je kan zien zit hij heel erg dichtbij onze locatie waar dat we moeten wezen. Dus gewoon echt hier eventjes dit gebiedje oversteken. We zijn er al.
En wat dan heel erg belangrijk is, is er zit maar één stukje bos in het hele gebied van de Lyfa-tree. En dat is hier net achter ons. En hier kunnen wij de nymf tegenkomen. Dus laten we hopen dat we hem snel tegen gaan komen. Jammer. Ik zie jullie zo. Nou, dat is de tweede encounter. Dat is niet zo verkeerd. Of is het weer die quizgas? Want die komen we altijd in bossen tegen. Laten we gewoon een nymf tegenkomen. Dan ben ik... Ah, kijk. Heel erg goed. Dat schiet een beetje in het progress op. Want ja, jullie zien het geknipte en bewerkte gebeuren. En ik zeg... Oh. Ik zou graag wat oordelen. Ach, je bent wel heel erg blij om weg. Je staat helemaal te stuiteren. Zo. Stuiter te stuiter. Nou, jij zal er ook wel meer als één willen hebben. Dus laten we altijd eventjes een paar zo geven. Zo. Wil je er nog één? Is twee niet genoeg? Zie je nou wel, twee is nog niet gewoon genoeg. Ik heb er meer nodig. Het staat zo te stuiteren. Ik weet niet wat ze aan het doen is. Probeert ze nou ons de lucht te smijten of zo? Kijk eens, alsjeblieft. Ben je nou tevreden? Wauw, dankjewel. Hé, hey, geef ook iets aan de Jabberwock, oké? Okay? De Jabber wie? Oké, okay, autoreflect, autolife en dinges. 30 AP en we krijgen een emerald. Die emerald die wordt heel erg belangrijk voor de Jabberwock, want die wil namelijk de emerald hebben. En daarom is nou een beetje... Op dit moment is de orde belangrijk waarin dat je deze zeg maar doet. En het lieve eerstbeestje en het eekhoorntje, want die hebben we al eerder tegengekomen. Maakt niet echt zoveel uit, maar zodat we ze nu zeg maar... Ja, hou er wel een beetje in mee. Goed, Lero. Oh, ik zag iets van 100. Restore. Ja, gewoon doen. Just do it. We hebben jij... Oh, een heleboel. Ik zie... Autofloat. Ja, daar hebben we niks aan, hè. Je hebt niks anders boeiends meer. Want Fleet Gel, die gebruiken we zeker al helemaal niet meer. Moet ik van karakter gaan veranderen? Prima. Op het moment dat ik van karakter verander, doe ik alle equipment er even afhalen. Om, zeg maar wel alle equipment aan anderen te kunnen geven. Oké, wat heb jij nog allemaal? Ik zie hier... Oh, dit zwaard. Nou, doe jij die maar eens heel eventjes leren. En voor Leroy, daar hadden we nou de promise ring. Oké, heel goed. Dus, Destiny die kan heel even vervangen worden. Ik denk dat ik Wilma B daar heel eventjes voor terugzet. Omdat die kan natuurlijk ook weer heel erg veel leren. En we moeten natuurlijk naar onze volgende locatie. Dus ik verander heel even de party members. En ik laat jullie dan gelijk de volgende locatie zien. Oké, okay, Wilma B die zit in de party met de Holy Land. De Accuracy Plus, HP plus 20%, Body Temp en Accuracy. En ook weer HP plus en Beast Cap. Nou ja, dat is alleen maar heel erg handig als mochten we namelijk de volgende tegenkomen. Dan krijgen we zoveel AP, die leert alles in één klap volgens mij. Als ik me niet vergis. Nou, de locatie waar dat we nu naartoe moeten voor de Jabberwock, dat is... Ja... Oilbird. Ja, daar moeten we zeker naartoe. En bij Oilbird, daar zit ook weer een bosje aan de oostkant. En ik maak een hele grote fout. Daar moeten we namelijk met de Chocobo naartoe. De reden waarom is, je kunt daar niet landen bij Oilbird in de buurt met je luchtschip. En een Chocobo die kan landen in de bossen. Dus vandaar dat ik eventjes Chocobo wil halen. En dat is ook dat gele stipje wat er zeg maar op de map staat te knipperen. Dat is zeg maar waar dat onze Chocobo zich bevindt. En dat is hier bij Ibsen's Castle. Ah, handig. Oké, okay, even zijn achteruit. Even inparkeren. Doe even inparkeren. Doe even... Hallo, doe even... Hallo, ik wil parkeren. Dank je. Man, niet eens fatsoenlijk hier parkeren. Zo erg is het. Oké, nou, dan gaan we dus zeg maar met de vliegende Chocobo. Maakt niet echt veel uit met wat dat je ergens naartoe gaat. Als je overal de Chocobo voor wil gebruiken. Be my guest. Dus, goed. Terug naar Oilbird. Oei. En dit zijn trouwens de locaties waar dat we dadelijk naartoe moeten. Die zijn allemaal geactiveerd op het moment dat we Ibsen's Castle, tot we die spiegels te pakken hebben gekregen. Oké, nou even kijken. Oilbird, Oilbird, waar zit je ook alweer? Oilbird. Ah, hier zit Oilbird. En dan moeten wij... Ja, dit is Oilbird. Dan moeten wij oost van Oilbird. Daar hebben we ons bosje. Nou, daar kunnen we ook gelijk landen. En hier kunnen wij dus zeg maar de friendly Jabberwock tegenkomen. Nou zit hier een probleem tussen. Deze is enorm lastig te vinden. Deze die spawnt één keer in de blauwe maan. Je gaat me nou niet vertellen dat hij gelijk de eerste keer spant op het moment dat we hier komen. Dit is de Quizmaster, of niet? Dacht ik ook. Je gaf me valse hoop, hè. Let's play vloek op zijn best. Wat voor vragen heb je? Popquiz nummer 5. Oh, jij bent zo'n blije gup. Limlim aircaps operate around the clock.
Weet ik veel? Ja? Oh! Hoe? Oké, we hebben hem goed! Yay! Yay! Kom dicht! Ja, ik ga op zoek naar die Jabberwock. Die zit gewoon... Als je dit aan het farmen bent... Of op zoek bent, want je hoeft ze niet te farmen. Je komt ze maar één keer tegen. Maar als je aan het zoeken bent... Wat je praktisch doet, wat ik doe... Offscreen... Achter de schermen... Is rondjes lopen. Dit is wat ik doe. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Nee! Ik zit net te vertellen hoe rare dat hij is. Dit is weer die quiz... My god. Serieus. Ik heb bij de faalopname... heb ik gewoon een half uur naar dat krenk gezocht. Emerald. Jij wil een emerald. Nou, laat de goede zeep die nou toch eens eventjes bij zich hebben. Leroy geeft hem. Objection, ik gooi hem zo tegen je mel. Wees er blij mee. Verder circle. Ja? Krijgt hij nog koffie van je of zo? Krijgt hij een te goed bon? Maar goed, we krijgen dus 40 HP en moet je opletten bij Wilbaby. Ploing! 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 Dat waren behoorlijk veel. En we krijgen dus een Moonstone die we waarschijnlijk dus aan de Feather Circle moeten geven. Nou, de Feather Circle is ook makkelijk te vinden. Kan een beetje lang duren aangezien dat, ja, het is een random encounter die friendly moet wezen. Maar goed, laat ik heel eventjes de equipment weer even aanpassen voor onze goede vechters. Goed. Ik heb dus nou... Even kijken, heb jij al Protect Ring? Ja, die heb je al geleerd. Volgens mij kan jij ook helemaal niks meer leren nou. Nee, jij... Ja, jou kunnen we niet vervangen. Dus ik heb, ja, Promise Ring, die is nog steeds van Leroy. Ja, Wilma Bier kan nog steeds Autofloat leren. En die heb ik Auto Haste en Auto Potion. Dus die gaat de auto weg op. En ik heb Zelda maar heel eventjes de Reflectie Ring gegeven voor Auto Reflect. Mochten we die ergens willen gebruiken. Kan altijd leuk zijn. Goed. Dan gaan we maar verder even met de Chocobo. We zouden weer met het luchtschip kunnen gaan. Maar aangezien dat we na de Chocobo... Of na... Daar, we hebben er volgens mij nog drie. Drie op de lijst staan. Dus... En haha, Sky Arden. Ja, hij verschijnt ook op de map hier. Dus ja. Goed. De volgende locatie, de Feather Circle. Die zit bij Estogaza. En Estogaza die zit dus zeg maar op het ijscontinent, zoals ik het altijd noem. Echt serieus vergeten en verloren en... Maar maakt het uit. En bij het ijscontinent wil je dus zeg maar constant dicht bij Estogaza in de buurt blijven. Dan vraag ik me eigen af, er zit hier ergens een bosje waar ik heel even kan landen. Maar vergeet niet, je kunt alleen maar landen met de Chocobo in bosjes. Dus als hier een bosje zit, dan moeten wij via de oceaan. En daar heb ik weinig zin in. Hier zit Estogaza. Kom op, ik weet zeker dat er ergens een afgekeurde struik zit. Hier, afgekeurde struik, zoals ik al zei. Mooi. Nou, het nadeel is wel, op locaties zeg maar, waar dat sterkere vijanden zich bevinden. Moet je dus wel uitkijken op het moment dat je hier dus zeg maar rondloopt, tot je dus sterke vijanden tegen kan komen. En helaas random encounter. Ik zie jullie wanneer dat we hem tegenkomen, dit kan wel wat langer duren. Tweede encounter alweer? Serieus? Serieus? Het spel is vriendelijk tegen mij. Wat lief. Ah, ben jij niet mooi baby blauw? Mag ik alsjeblieft een moonstone? Nou, die hebben we net gekregen van een vriend. En waarschijnlijk wil die dat wij hem aan jou zouden geven. Dus alsjeblieft. Be my guest. Alsjeblieft. Een moonstone voor meneer. Dankjewel. Heb je Garuda al ontmoet? Serieus, hoeveel van jullie zijn er wel niet? Denk je soms dat ik geen leven heb of zo? Dat ik niks beters te doen heb? Maar goed, Autofloat, Restore HP, Auto Potion is allemaal geleerd. Auto Haste is nog bezig. Moeten we dus heel even bij Leroy gaan kijken wat we Leroy nog kunnen leren. Interessant. Zoals je ziet, dit is echt je AP farm. Echt op het moment dat je dus zeg maar op dit punt van het spel bent en je gaat de friendly quest doen. Alles wat je nog niet geleerd hebt... Kun je nu dus gewoon op je gemakje gaan leren. Zonder dat je uren in battle zit. En zelfs Leroy kan niks meer leren. Daar sta ik eigenlijk van te kijken. Oh, wat is dat? Stonekiller. Ja, daar hebben we nou niks meer aan. Nee, Leroy kan ook eens niks meer leren. Nou, dan gaan we gewoon nog heel eventjes... ik denk dat ik Shawnee dan er maar heel eventjes bij roep. Dus dan moeten we wel eventjes weer terug naar het luchtschip. Maar de volgende is toegankelijk met het luchtschip. Dus ik zie jullie in een seconde.
Oké, we hebben Shawnee in onze partymember. Ik heb haar de nieuwe fluit gegeven. Curaga, Might en Jewel. Might zorgt ervoor extra attack voor de Warriors. Die zou je dus zeg maar op anderen kunnen gebruiken. Curaga weet wel ondertussen wat hij doet. En Jewel zorgt er meer voor dat je meer oor kan extracten van de vijand. Locomotion, dat zorgt ervoor dat we geen stop kunnen krijgen. Half MP hebben we al in actie gezien. Full life, oftewel kan iemand in één keer 100% herstellen. Madeen is die gevaarlijke summon die Shawnee kan. En Guardian Morg zorgt voor een extra defense buff op het moment dat je hem equipt met ability points. Goed. Onze volgende friendly creature kunnen we technisch gezien wel naartoe met het luchtschip. Maar het makkelijkste is eigenlijk om gewoon te zeggen van... Nee, wij doen zoals dat het hoort. Dus we moeten naar Gizmurv. De plek waar dat we hebben gevochten met Wilma B. Richting Mimusia dus. En daar moeten we dus zeg maar... Herinneren jullie nog die plek waar die Moogles zaten? Ja, dan ga ik heel erg terug naar het verleden. Waar dat ze zeiden dat als we een laddertje opbouwen gaan... Tot het heel erg gevaarlijk was om daar naartoe te gaan... Ja, dat klinkt bekend. Ja, want vanaf disc 1 kun je daar naartoe. Maar kun je nog niet die friendly creature ontmoeten. Dus dat is wel eigenlijk het enige nadeel waar je wel rekening mee moet houden. Maar de reden waarom dat we daar dus nou naartoe gaan... is omdat daar onze volgende friendly creature zit. En ik ga heel even over in manual. Even draaien. Zo, nou hoop ik niet dat ik te veel random encounters tegen ga komen. Want dat zou natuurlijk heel erg vervelend zijn. Omdat we nu naar die locatie toe moeten lopen. Dus laten we wel eventjes naar deze plek toe gaan. Ah, nog steeds scheurige muziek. Jongens, we hebben gewonnen. Brain is dood. Yay. Iemand nog in leven? Iemand in orde? Iemand? Good thing I'm here. No. Anyone? Oké, dat is wel heel erg harteloos, maar goed. Random encounter. Ik haat random encounters, echt serieus. Ik bedoel, bij sommigen zijn ze wel handig, omdat, ja, sterke vijanden en al. Maar deze, die echt daar niksen we nou gewoon tegen. En het is niet dat we een repel of zo kunnen gebruiken. Ach, kijk hier nou toch eens. Ah, we hebben nog een cupernoot. Ja hoor, hier. En een extension, die hadden we al. Maar toch heel erg bedankt, je wil meer cupernoten. Ja, dat is niet mijn probleem. En laten we voor de zekerheid heel eventjes saven, omdat daarboven kunnen we toch een draak tegenkomen. Ik heb nou niet echt mijn sterkste team samen bij elkaar, want het is echt een team wat nog veel moet leren. Dus, nou ja, we hebben sowieso Zeep bij ons. En die is al behoorlijk goed geleveld. Dat is wel een voordeel. Maar als we dus zeg maar hier naar boven toe gaan, nog steeds krijgen we hier de waarschuwing van... Pas op, het is dangerous to go alone, take this! Dat maakt zelf wel uit. Maar, daar wordt hij wel voor gewaarschuwd. Nou, de reden waarom is... Dat duurde lang maar laaien. Ik zat al naar mijn PlayStation te kijken. Hij gaat nou niet hangen. De reden is, hier kunnen wij namelijk de draak tegenkomen die ik heb laten zien bij Darugi dinges. Dus daar willen we vooruit kijken. Plus, we willen in dit bosje hier rond gaan zoeken voor onze friendly creature. En we hebben geen friendly creature. Volgens mij komen we nou de draak tegen. En ben ik nogal behoorlijk geboomd. Oh, het zijn twee van die vuurbeesten. Zijn ook heel sterk als je in disc 1 zit. Want deze kun je dus ook al in disc 1 tegenkomen. Goed, ik kill ze even en ik zie jullie wanneer dat we de friendly creature tegenkomen. Nou, dat duurde hier even best wel lang. Het geluidje is altijd een opluchting, echt. En we zijn alleen maar van die rare vogelbeesten tegengekomen. De slechte variant daarvan dan. Dus, Lapis lazuli! Lapis lazuli! Nou, serieus, je hoeft niet een toadvoice op mij te zetten. Serieus, nou, kijk eens. Daar heb ik zat van, maar alsjeblieft. Neem het voor jou. Zo, dat hield hem ook nog eens een keer veel. En nou heb ze Nederlands, Vlaams en Belgisch, alsjeblieft. Oké, Cherry Blossom, Curaga, Jewel, Full Life, Guardian Mog. Dat is een hele hoop wat ze in één keer leren. Ja, het blijkt dat ik vergeten was bij Wilma B nog even het wapen te swappen. Niet bij de vorige, maar gewoon bij deze. Dus dat is heel erg handig dat ik dat nog op tijd even heb kunnen doen. Want er is namelijk nog één wapen die Wilma B kan hebben. En ja, je hebt hier 6 Dragons, maar dat is maar 25 HP. En dat is Dragon Breath. Dat is een van de sterkste aanvallen die zij kan leren, volgens mij. Zullen we dadelijk ook nog wel even uit gaan proberen. Rebundering, ben je nog mee bezig? De rest kon jij niks meer leren. Autolife. Dan heb jij nog maar 7. Ik heb nog iets anders wat heel hoog is. Concentratie. Neem die maar even mee. En voor jou... Ja, we hebben helemaal niks meer eigenlijk. Als alleen... Ja, mijn Deni heeft er nog 12 nodig. Ja, laten we die gewoon even afleren. Waarom ook niet? Goed, er is namelijk nog één locatie waar dat wij nou naartoe moeten gaan. En eerst moeten we heel eventjes teruglopen richting...
ons schip. Nou is het nadeel, hier kunnen we niet komen via ons luchtschip. Hier kunnen we alleen maar komen via een chocobo. En geloof me, deze plek is gevaarlijker dan elke plek op aarde. Dit is dé gevaarlijkste plek waar we nou naartoe gaan van het hele spel. Ga je mijn account. Ja, ik denk ik skip heel eventjes gelijk helemaal terug naar ons luchtschip. Dat is net zo makkelijk. Oké, dus wij gaan even richting onze chocobo. Maar goed, dan kan ik jullie nogmaals benadrukken. Dit is de gevaarlijkste locatie van het hele spel. Omdat hier komen we random encounters tegen. Die kunnen de sterkste teams, al zit je op het maximale van het maximale, in één klap killen. Ja, deze zijn zo gevaarlijk. Nou is het ook de laatste friendly creature die we tegen kunnen komen. En daar wil ik heel eventjes, voordat we die tegen gaan komen, voor de diehards daarbuiten, wil ik heel vertellen. Er is een mogelijkheid om die laatste zeg maar te farmen. Op het moment dat je hem tegenkomt, gaat hij jou vragen om de diamond die we hebben gekregen van het trage vogelbekbeest. Je kunt ervoor kiezen om hem die niet te geven. Je kunt er zelfs voor kiezen om hem aan te vallen. Dit is namelijk de enigste friendly creature die terug zou aanvallen en echt een gevecht met je aangaat. Let wel, hij is enorm krachtig, enorm sterk en super gevaarlijk. Net zoals alle vijanden die we hier tegen kunnen komen. De reden waarom dat je dit kan doen, zeg ik er even bij, kan doen, is hij geeft 50 AP per gevecht. Dus als je met hem wil vechten, 50 AP. Dat is nogal. Hij zal geen experience geven, alleen maar AP. Maar aangezien dat we op dit punt bijna geen AP meer nodig hebben, heb ik zoiets van, ja, laten we gewoon vriendelijkheid met vriendelijkheid geven en hem gewoon die diamond geven. Want dan zorgt hij er namelijk voor, dan zal hij niet meer kunnen spawnen. Maar dan zorgt hij er wel voor dat je dus de final boss zou kunnen verslaan. Niet de final boss van de storyline, maar van de extra bazen die te vinden zijn. Dit is de locatie hier op de map. Je kunt heel eventjes goed kijken. En hier willen we door de bos heen gaan lopen. Alsjeblieft zeg me dat we hem gelijk tegen zijn gekomen. Alsjeblieft zeg me dat we hem gelijk tegen zijn gekomen. Alsjeblieft zeg me dat we hem gelijk tegen zijn gekomen. Alsjeblieft. Ah, daar zijn ze. Hij is zo cute. Kijk dan hoe cute hij is. Geef me die diamant. Natuurlijk. Ah, kijk naar die puppyootjes. Waarom een diamant? Ja, maar ik zit hem even te zoeken. Geef me even een seconde, joh. Rustig aan. Hé, hey, kijk eens. Een diamant, joh. Speciaal voor jou. En ja, je kunt dus tegen hem vechten. Maar hoe kun je daar tegen vechten? Kijk naar die schatten oogjes. Nou kun je in het ronde gastje raken. Ah, wat Autolife, half MP, Medine, alles wordt geleerd. Ik hou er zo van. 50 AP, eenmalig en je krijgt er ook een Rosetta ring van. Nou, de reden waarom dat je dit zeg maar gewoon eenmalig wil doen en niet constant wil doen. Er zit hier een vijand en die is dodelijk. En ik wil hem jullie zeker laten zien. Dus wat ik ga doen is ik ga heel even mijn luchtschip pakken en ik ga eventjes mijn beste warriors erbij pakken. Want het leerproces is nou een beetje ten einde gekomen. Dus friendly creatures komen we nou niet meer tegen. Dus ik ga even mijn sterke team pakken. En laten we maar hopen dat we dit gaan overleven. Ik zie jullie in een seconde. Oké, ik denk nou niet dat we op een punt zitten waarvan ik zeg van dat we dit gaan overleven. Ondanks dat ik dus zeg maar mijn favoriete team bij me heb. En dan kan ik jullie ook even gelijk vertellen iets over de equipment. De party members die wij niet bij ons hebben, hebben ook geen equipment op dit moment. Behalve voor Evan die heeft ook nog equipment nodig. Dus, maar dan, sorry, daar kom ik op. Maar goed. De reden waarom heb ik dat gedaan is dan kun jij namelijk op Optimize drukken. En op Optimize dan wordt automatisch het sterkste van het sterkste gekozen voor jouw karakter. Nou even kijken, Auto Life, Auto Haste, HP plus 20%, Level Up, Ability Up. Ability Up heb je eigenlijk niet meer nodig, dus die kan uit. Kan ik daar iets anders voor aanzetten wat nogal handig kan zijn? Locomotion misschien? Oké, nou jouw ability up die kan ook uit, want we hebben geen ability meer die je aan het leren bent. Even kijken, wat heb je nog meer? Autoreflect en autoregen. Geen mist hebben we nou niet nodig, dus ik zou autoregen aan kunnen hebben. Half MP, je moet aanblijven, loudmouth. Ja, doe maar even autoregen. Ik zeg weer regen, hè? Horen jullie dat? Oké, bij jou ook, daar kan dus ability up kan uit. Wat heb jij nog meer? Auto haste, die zou wel handig zijn. Doe de jelly dan uitzetten. Oké. En voor jou, auto haste, HP plus 10%. Heb jij nog HP plus 20%? Ja. Want ability up kan bij jou uit. En ja. Kabuski! Geloof me, die HP gaan we nodig hebben.
Eventjes volledig healen. Het is net alsof ik voorbereid op een boss battle, maar jullie hebben geen flauw idee hoe gevaarlijk dit beest is. Ik doe heel eventjes opslaan dat deze setup, die vind ik eigenlijk best wel fijn. Dat ik dat niet nog een keer hoef te doen. Dat is heel erg stom dat ik dat niet eerder gedaan heb, maar goed. Buiten dat... Ik denk namelijk niet dat ik dit ga overleven. Oh mijn god. Oh, en dan moeten we denken dat je kunt hier alleen maar komen met een gouden chocobo, dus ja. De? Hè? Hoe? Dude, ik ben me hier aan het voorbereiden op het meest gevaarlijke beest ter wereld en jij komt weer opduiken. Wat nou weer? Popquiz nummer 6. Sommige mus zijn vriendelijk en vallen niet aan. Hebben wij een vriendelijke mus gevonden? Ja, wij hebben er een gevonden. Dat was toch dat eekhoorntje, dat heette toch een mus? True. Eentje heeft ons niet aangevallen. Dat was de eerste friendly creature. Yay! Ik heb heel veel vragen goed. 2000 te dubbelen, daar ben ik heel erg blij om. Nou, fiet, fiet, weg. Hup. Ja, effort in je neus. Dan moet ik hem weer opslaan, hè. Verdurry. Nou ja, hopelijk dat deze opnamesessie goed gaat. Want echt serieus, dan hoef ik dit niet nog een keer te doen. En ik ben hem één keer tegengekomen, dus die andere twee vragen waren totaal blind. Maar de eerste vraag, moet ik heel eerlijk bekennen, die had ik al beantwoord. En die had ik toen ook goed, dus nou, dan weten jullie dat. Maar goed, ik doe heel eventjes even en ik hoop dat ik dus zeg maar dat gevaarlijke beest waar ik nu zo'n opbouw voor aan het maken ben, dat we die tegen kunnen gaan komen. Dus eventjes snel nog een keer opslaan. De minuten kruipen voorbij. Here we go. Komen we hem nu tegen? Oh, ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Oh boy. Laat het op zijn minst 1 of 2 zijn. Dan heb ik nog een kans. Zijn het de 3 is het game over. Dan kan ik de counter gelijk tevoren. Oh boy. En een backaanval. Gaan we niet doen. Nee. 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 Een backaanval gaan we niet doen. Nee. 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 Ah, zeep. Oh, daar komt de auto live. Kom op, blijven rennen. Blijven rennen, blijven rennen. Blijf maar rennen. Waar is die? Oh, hij is weer dood. Ik ben bang. Oh boy. Oké, flare. Revive. De enige die dit namelijk kan overleven, dat is de zeep. Die kan er namelijk voor zorgen dat we wegrennen. Moet je kijken, echt die schade die ons gedaan wordt. Oh, hij was mis. Goed. Nou, mag ik nog een keer? Oh, hij doet return magic. Oh, gaaf. Als die nou ook raak zou zijn. 5000 schade, return magic. Nice. Maar een back aanval, dat werkt niet. Oh, laat me alsjeblieft wegrennen. Jullie wisten dat ik weg wou rennen. Destiny. Oké, revive. Een back aanval ga ik niet aan beginnen. Dan ga ik het nog niet eens proberen om te vluchten. Skill flee. Kom op. Niet op mij, niet op mij, niet op mij, niet op zeepie, niet op zeepie. Ah, hij is mis. Gelukkig maar. Kom op. Laat mij nou eens gewoon aanvallen. Zie je hoe gevaarlijk deze beesten zijn? 1000 schade zeg. Holy snikies. Oh mijn god man, ik kom hier niet weg. Hij is mis. Laat me wegrennen. Oh, gelukkig. Automatische flee. Ja, de reden dat je dus zeg maar mij echt op een renanimatie ziet, dat is omdat ik de R1 en L1 knop ingedrukt hou. En dan kun je dus zeg maar automatisch wegrennen. Met de command flee ren je weg, maar verlies je wat geld. Goed, ik ga proberen hun te bevechten dus. Maar dan niet in een back attack. Want een back attack is zelfmoord. Dat hebben jullie wel gezien. Ik kon aanvallen, maar dat werkte niet. Dus goed. Ik doe heel even snel healen en ik zie jullie in een seconde. Oké, 1 of 2 graag. Geen back attack. Zijn het de 3? Gaan we het gewoon proberen? Maar weet ik al wat er gaat gebeuren. Oh boy. Oké, het is er eentje. Eentje moet te doen zijn. Nuke hem. Even kijken. We beginnen gelijk met een flare aanval. Jij doet gewoon... Oké, niks. Dan wordt er return magic. Dat is mooi. Bahamut. No mercy. Eigenlijk zou ik beter Aura erop kunnen gooien, maar goed.
Oh boy. Het probleem is, ze hebben namelijk nog een andere aanval en dat is Snort. Op het moment dat ze Snort gebruiken, blazen ze een karakter uit het spel. En zul je hem ook niet meer zien de rest van de battle. Dus dat wil wel zeggen dat je hem terugkrijgt naar het gevecht. En volgens mij gaat hij daar nou proberen op de touwen en daar ben ik niet echt blij mee. Flair. Oké, daar krijgen we de schade. Oh, daar hebben we de Snort aanval. Oh boy. En ZP is left the building. Oké, we zijn nog maar met z'n drieën. Oh, zelfs één zo'n gast die kan zoveel moeite geven. Oké, we hebben een virus en we moeten dus zeg maar dadelijk gaan healen. Bahamut Mega Flare. Dat deed niet echt erg veel. Ah, weer een Snort. Ik heb nog maar twee karakters. Oké, blijkbaar moeten Destiny en Towlerhead voor elkaar gaan krijgen. Nou ja, Flair die doet een goede aantal schade. En het voordeel is dat ze allebei Return Magic hebben. Is hij dood? Hebben we verslagen? Oh. Nou, je krijgt er enorm veel experience voor. En ontiegelijk... AP niet echt, maar... Zoals je ziet, de mensen die weggesnoord zijn, die komen ook niet meer terug. Ja, die komen wel terug, die krijgen we nou, maar die krijgen geen experience of iets in die trend. Dus ja, je krijgt er een item voor, je krijgt er decent geld voor. Het is niet echt een goede farmlocatie, omdat deze beesten, als je er drie hebt, je wordt gewoon gekilled. Op het moment dat jij drie aanvallen tegen je hebt gehad, heb je dus zeg maar, ja, tot de twee plat liggen en de andere twee die worden weggesnoord. Dan is het gewoon game over. En die drie kunnen zo snel achter elkaar aanvallen. Dat is gewoon gevaarlijk. Maar goed, ik denk dat ik het daarbij ga laten bij deze aflevering. Ik bedoel, we hebben de gevaarlijkste creature gezien. Random creature moet ik erbij zeggen. En we hebben heel veel AP geleerd. We hebben ons Dream Team nabij ons. Dus ja, ik denk dat we het daarbij gaan laten. In de volgende aflevering gaan we naar het schip toe. En gaan wij proberen de spiegelstukjes neer te zetten op de locatie waar dat ze horen te zijn. Dus ik zie jullie dan. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En heb je nog vragen over de vriendelijke creatures? Laat het weten in de reactie. Als je daar tijd voor hebt. En ja, met dat gezegd te hebben. Nogmaals mijn excuses dat ik dus gisteren geen aflevering had. Maar de opname was helaas mislukt. Plus ik zit met mijn werk. Dus dan kan ik niet en opnemen en editen tegelijkertijd. Dus ja, dat wordt dan s'avonds editen en dan een dag later opnemen zoals altijd. Dus ja. En er komt ook weer een onweervideootje. Tenminste, dat probeer ik aan toe te komen. Maar wanneer dat die komt, dat is nog eventjes een vraag. Dus ik dank jullie voor het kijken en tot morgen. Doei!